Een demonstratie dinsdagavond bij de raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontving steun vanuit de Leidse regio. Bij Huize Zwaanstein was een extra raadsvergadering over de second opinion over de toekomst van Vlietland. Onder andere GroenLinks Voorschoten sloot zich aan bij de demonstratie voor het behoud van een open en groen Vlietland. We zijn hierbij omdat het Vlietland voor ons, voor Voorschoten, eigenlijk de achtertuin is. Waar echt heel veel mensen uit Voorschoten, niet alleen Voorschoten, maar zeker uit Voorschoten recreëren. Genieten van de natuur. En daarom is het een bijzonder belangrijke plek voor Voorschoten is. We hebben wel enigszins optimistisch, omdat we wel de hoop hebben en ook wel enig vertrouwen dat er meer mogelijk is dan... nu voorgesteld wordt door het college van Leidschendam-Voorburg. We denken echt dat het alles kan en dat er een andere bestemming kan komen dan er nu voor ligt. De demonstranten zijn tegen het huidige plan om recreatiewoningen te realiseren bij Vlietland. Maar misschien meer dan dat zijn zij voor de openheid van het gemeentebestuur. En we zijn er ook nu om te laten zien dat Vlietland van ons allemaal is en dat we ook graag willen meepraten, willen meedenken over dit gebied. En dus vinden we het kwalijk dat de uitkomsten eerst al van het advies aan het college, naar aanleiding van onze vragen over een mogelijk voorbereidingsbesluit, dat die niet openbaar zijn geworden. En dat nu ook de second opinion, de uitkomst daarvan, ook niet openbaar is, tot op heden. Ook vanuit Leiden kwam steun voor de actiegroep. Ik ben Rennie Kooi uit Leiden. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij hier in de omgeving groen houden, mogelijkheid hebben om van de natuur te genieten. De uitstraling is veel groter. Ook Leidenaren fietsen daar langs. Je moet rekenen, die dieren daar lopen, die communiceren met de hele omgeving. En ergens heeft dat een heel groot effect op een hele grote straal die onderschat wordt. Het burgerinitiatief vindt de steun vanuit omliggende gemeentes heel begrijpelijk. Het is een gebied wat voor heel veel mensen belangrijk is en wat heel veel mensen aantrekt. En dat zegt denk ik ook iets over de schaarse hoeveelheid groen en recreatie in deze regio. We hebben niet zoveel. Na gebruik te hebben gemaakt van hun spreektijd voorafgaand aan de besloten vergadering wensen de demonstranten de raadsleden verstand en moed toe in het besluit rondom de toekomst van Vlietland.